Welkom bij een nieuwe vlog, dit is vlog 202 alweer. Ik ga op pad en ik neem jullie mee. En sorry, daarom is de vlog ook laat online gekomen. Maar ik hoop dat jullie genieten, dus laten we snel beginnen. Even een mededeling. Ik ga zo naar mijn zoon, Lars. En ik wil geen vooroordelen, dus... Dankjewel alvast en ik ga nou genieten van wat lekkers. Ik ben vlak bij mijn zoontje. Nu nog even wat lekkers halen. En ik zou zeggen, geniet ze. Wat een mooi plaatje. Chocoladecake gehaald voor straks. Wat ik net ook zei, ik kijk zo raar een beetje in felle lucht. Ik wil geen vooroordelen, omdat ik naar mijn zoon ga. De tweeling hebben jullie al gezien. En ik heb nog een gezonde zoon, Lars. Hij is 3. Wow, mijn... Sorry, dat was een hommel. Zo, wat schrok ik. Nou, ik ga naar mijn zoon en ik wil geen vooroordelen. En... have fun. We gaan hem pakken. Wat ben ik aan het doen? Een filmpje maken? Wat is dat? Oh, die is mooi, Lars. Oh, oh, oh. Wat kijken? Lars. Zo, wat ben je groot? Doet ze nou? Wat ben je groot? Heeft mama Marcella ook kunnen verder kijken? Oeps. Oh, oh. Hey, guys. De wat? Zo? Mama? Mama ook? Oeps. Ik ken alleen die, hè. High five. Zo. Dat was de korte drie kwartier bij mijn zoon. En wat je net zag, dat was de pleegmoeder haar stem. Het is niet in beeld. Ik denk, ja, als ik iets voor mij wil filmen van de kinderen zo, dan wil ik het zelf weten. En ja, ik ben de moeder. En niemand anders. Kijk dan hoe mooi Noorderplassoen is. Lekker snel. Lekker, lekker. Bij deze wil ik ook de vlog afsluiten. Ik wil allemaal bedankt voor het kijken naar een nieuwe vlog. Gooi dat roze duimpje omhoog. Voor leuke dates zijn welkom. En dan zeg ik zoals altijd. Dikke, vette, lieve power. Peace. Dikke doei!